Collega Van Duppe, u had de vraag naar het Ja, aantal oké, okay. Sorry. aantal Ja. afsluitingen in 2014. Hè? Goed. Jij kent de procedure, meneer Van Duppe? Ja, maar misschien iedereen kent niet de procedure. Nee. Ja. Ja. Dat is minder dan 1% van onze aantal aangesloten. Dat is ongeveer vandaag een 1200. Maar u weet even goed als ik dat wij, Waterlink, slechts overgaan tot afsluiting nadat een grondig onderzoek is gebeurd door het OCMW en na onderhandeling met tussen aanhalingstekens met het LAK. Dat weet u, hè? Je weet dat Waterlink niet zomaar afsluit. Er is een enquête. Ja, maar wacht. Ja, jij stelt de vraag, ik antwoord. Dat mijn antwoord u niet bevalt, dat is een andere zaak, maar ik antwoord. En wij sluiten zomaar niet af. Daar ben ik het u toch mee eens. Hè. Er is een maatschappelijke enquête enzovoort. Dus, ik hoor het u graag zeggen. Want in andere, bij andere maatschappijen wordt onmiddellijk de deurwaarder gestuurd. Met een verhoging van de kosten tot en met. Wij doen dat niet, omdat we inderdaad bewust zijn van onze maatschappelijke rol. Tussen het moment dat er een probleem is van rond de 100 euro ongeveer, is er een alarmbel. Wordt niet afgesloten. Gedurende x aantal weken, ongeveer 26 weken, probeert men een akkoord te vinden met die persoon in kwestie. En dan wordt het OCMW ook ingeschakeld. In de periode van onderzoek komt er geen euro bij. Indien wij een deurwaarder zouden en niet afsluiten en onmiddellijk de deurwaarder sturen, dan zullen we zien wat de factuur dat je krijgt. Bon. Dat is de realiteit, dat kun je niet ontkennen. Nou, maar ik mag antwoorden, hè, meneer Van Duppe. U mag antwoorden. Dank u wel, voorzitter. In die 1200 gevallen zijn er niet alleen mensen die een maatschappelijk, materieel, financieel, familiaal probleem hebben. En we zijn er van bewust van die toestand. Maar heel dikwijls komen in huizen waar we niemand niet meer aantreffen, en is verdwenen. En wat doet je dan op dat moment? Die slechte betalers, tussen aanhalingstekens, die verdwenen betalers, worden ook opgenomen in dezelfde statistieken. Collega Van Duppe, is dat een antwoord op uw Kijk, vraag? Ik heb hier dat rapport dat pas is uitgekomen met de statistieken van het Algemeen Waterverkoopreglement. Het gaat over 1447 afsluitingen. Dat is een schande. Dat is een schande omdat het weer nummer 1 is van alle steden. Dat is 1,21%. Als je het gemiddelde neemt van de 13 centrumsteden, zit het op 0,28%. Dus dat is bijna maal 5. Als je het gemiddelde neemt van Vlaanderen, is dat 0,014. Dat is maal 8. En dat is echt niet meer normaal. Wat je zegt dat andere watermaatschappijen met de deurwater direct werken, dat is compleet niet juist. Dat is tegen het waterdecreet. Die werken ook via de LAX. Dat staat hier allemaal goed gedocumenteerd. Daar verandert hier geen jota. Daar zitten we nu al 2 jaar op de hameren. Ik weet niet of dat u dat beseft, wat dat is, hè, zonder water gezet worden. Ik weet niet of dat u dat beseft, wat voor hygiënische probleem dat geeft. Maar ik heb genoeg patiënten gehad die eronder vielen. Ik heb het gezien welke gruwel dat geeft. En dat verandert niets. En als je kijkt naar hoeveel geld dat gaat. Dat staat ook in die statistiek. Hè. Dat gaat in totaal over 750.000 euro uitstaande schuld. Van die 2.864 Antwerpenaren die zonder water zijn gezet. En er verandert niets in. Ondanks het nieuwe waterafsluitingsreglement en ondanks al het protest ook van de middenveldorganisaties tegenover wat hier gebeurt. En daar had ik tenminste een antwoord op willen hebben. Collega Gantman. Jaarlijks wordt een miljoen 100.000 euro afgeschreven voor niet betaalde facturen. Ja, dat is de realiteit ook.
Ik betwist het feit dat u mij zegt dat andere maatschappijen, dat is uw goed recht dat te doen, als ze dat willen doen, een deurwaarde. Dan wordt beslag gelegd op de meubels. Eerst enzovoort enzovoort. Is dat niet waar? Nee. 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 En ik heb dezelfde stukken. Ik kan u dat laten. Dat is niet het geval. Ik herhaal nogmaals, maar u wilt niet verstaan en ik weet het. Doe, uw geestesgesteldheid is niet vatbaar voor enige reden. Dat weet ik, maar ik ga mijn best doen. Dat is niet zoals de voorzitter die verstaat. Collega Gantman, ik bedoel het volgende. Er is geen enkele stap die wij ondernemen zonder toestemming, toelating en onderzoek door het OCMW. Punt. En dat is voor ons fundamenteel. Collega Van Duppen. Tot 2009 was er geen enkele afsluiting. Het is pas in 2010 begonnen. Hoe komt het? Hier het rapport is, tot 2009 waren er geen afsluitingen van Waterlink. Hoe komt dat? Wat is het verschil? Wat is er gebeurd? Ik ga geen paraplu, ik ben daar maar een jaar. Maar die cijfers werden nooit gerapporteerd vroeger. Hè? Daarom waren er ook geen cijfers. Voilà. Okay. Is dat normaal? Ja, maar ik verwacht een antwoord van u. Het staat gewoon in die rapporten. Hè, van, Er was geen cijfermateriaal voor aan het Oké, collega's. Ik denk dat we hier kunnen afsluiten en dat dit voor is voor een ander debat. Wellicht in de gemeenteraad of in een van de commissies. Oké. Dank u wel, collega's. En we verwachten u allen in volgende talen terug morgen om 7:00 voor weer een reeks intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.